Bij een ernstig ongeval op de A67 tussen Turnhout en Eindhoven zijn woensdagmorgen 2 gewonden gevallen. Rond 7:50 botste net na de grensovergang een Poolse vrachtwagen achter op de auto van een weginspecteur van Rijkswaterstaat. De vrachtauto kwam daarbij op zijn kant terecht. De weginspecteur kon snel uit zijn auto worden gehaald, maar de vrachtwagenchauffeur heeft ruim 1,5 uur bekneld gezeten in zijn cabine. De brandweer moest zwaar materieel inzetten om de man te kunnen bevrijden. Beide slachtoffers zijn door de ambulancedienst met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een traumahelikopter landde langs de snelweg om hulp te verlenen. Het ongeval zorgde voor lange files.